Misschien heeft Rembrandt ooit een portret van Spinoza gemaakt. In ieder geval werd er wel eens over gespeculeerd door de mensen. Aangezien de meeste mensen op Rembrandts schilderijen ongeïdentificeerd zijn. Dus eigenlijk was het enige wat men deed zeggen dat één van de mensen op Rembrandts schilderijen net zo goed Spinoza kon zijn. Dat is een van de vele vragen die de kunstgeschiedenis onopgelost heeft moeten laten. Hoewel je misschien wel met enige zekerheid zou kunnen zeggen dat Rembrandt en Spinoza elkaar een keer zijn tegengekomen op straat. En misschien zelfs elkaar regelmatig tegenkwamen in een buurtwinkel bijvoorbeeld. En misschien zelfs elkaar af en toe vriendelijk groeten. Goedemorgen, Rembrandt. Goedemorgen, Spinoza. Het spijt me verschrikkelijk dat je bankroet bent, Rembrandt. Het spijt me verschrikkelijk dat je geëxcommuniceerd bent, Spinoza. Fijne dag, Rembrandt. Jij ook, Spinoza. Ondertussen begin ik een beetje spijt te krijgen van wat ik daarnet over Michelangelo gezegd heb. Ik bedoel dat ik best zijn hand geschud had willen hebben, wat Galileo er ook van gedacht zou mogen hebben. Ik zou zelfs vereerd zijn geweest om de hand die de beeldhouwwerken van Michelangelo maakte alleen maar te zien. En ik had het ook leuk gevonden om Michelangelo te zeggen hoe gek ik ben op die zin van hem die ik een keer onderstreept heb. Misschien heb ik niet gezegd dat ik een keer een zin van Michelangelo onderstreept heb. Ik heb een keer een zin van Michelangelo onderstreept. En dat was een zin die hij in een brief schreef toen hij bijna 75 was. Je zult zeggen dat ik oud en gek ben, maar dan antwoord ik dat ik geen betere manier ken dan om gezond en angstvrij te zijn dan gekte, schreef Michelangelo. Ik weet bijna zeker dat ik Michelangelo aardig gevonden zou hebben. Ik begin eindelijk te begrijpen waarom ik me depressief voelde afgelopen dinsdag toen ik in de zon lag, nadat het gestopt was met regenen en aan katten dacht of aan katten dacht te denken. Hoewel ik moet zeggen dat ik mezelf dat niet heel vaak toesta. Waarmee ik niet bedoel aan katten denken, maar waar ik het over heb is aan dingen van zo lang geleden denken. Zeg maar van voor ik alleen was. Ik heb natuurlijk wel eerder aan Adam gedacht, natuurlijk. Of aan mijn geliefde. Zoals Vincent of Ludwig of Rembrandt. Of aan zo lang geleden als de eerste klas, toen ik bijna moest huilen omdat ik zeker wist dat die hond van Odysseus de schildpad in kon halen. Nou, en zonder twijfel heb ik gedacht aan die keer dat mijn moeder sliep en dat ik niet haar niet wakker wilde maken. En toen ik hou van je schreef in het kleine spiegeltje. En toen wilde ondertekenen met Artemisia, maar toen was er geen plek meer. Je zult nooit weten hoeveel het voor me betekent dat je een kunstenaar bent, Helena, had ze de avond ervoor gezegd. Ooit, toen Friedrich Nietzsche gek was, toen begon hij te huilen omdat iemand een paard sloeg. En daarna ging hij naar huis en speelde hij urenlang piano. Terwijl Spinoza
vaak op zoek ging naar spinnen om die dan met elkaar te laten vechten, terwijl hij helemaal niet gek was. Als ik zeg vechten met elkaar, dan bedoel ik natuurlijk vechten tegen elkaar. Hoewel op een of andere manier in dit soort gevallen vaak wel begrepen wordt wat je bedoelt. God. Arme Nietzsche. Ja, God. Arme Vivaldi, nu ik het er toch over heb. Die stierf in een hospice. Een arme weduwe van Bach, Anna Magdalena, die hetzelfde lot was toebedeeld. En arme Franz Schubert, die in een gekkenhuis terecht kwam om aan zijn demonen te ontvluchten, waarvan één zelfs Robert Schumann's geest was. En zodoende, arme geest van Robert Schumann. En arme E. Housman, die geen filosofen toeliet op zijn wc. En arme Tchaikovsky, die een keertje Amerika bezocht en de hele eerste nacht moest huilen omdat hij zo'n heimwee had. En arme mannen, die stierf op plekken als de Hellespont, waarmee ik de Dardanellen bedoel. En toen opnieuw, 3000 jaar later, op precies dezelfde plek, hoewel ik niet dezelfde mannen bedoel. En arme James Joyce, die onder tafel kroop als het onweerde. En niet te vergeten arme Cassandra. En arme Anna Akhmatova. En arme Marina Svetajeva. En arme Rembrandt. En arme Vincent van Gogh. Arme Botticelli, en arme Jan Steen, en arme Telemachos, en arme zoon van Hector, en arme moeder van Hector, en arme Hector, en arme zingende vogels, arme spinnen van Spinoza, arme Paris, arme Penelope, arme mijn lieve tante Esther. Oh, en sneeuw, arme sneeuwbalgooiende kinderen op de schilderijen van Breugel, die opgroeiden en gingen doen wat ze ook maar gingen doen. Maar geen sneeuwballen meer gooiden. Dus waar het op neerkomt, arme. De hele wereld dan maar. Vaker wel dan niet.